Ja, lieve mensen, ik ben Boyke. Welkom back to another adventure with Boyke. Vandaag gaan we lekker naar Milen Zuiderpark in Den Haag. Het is niet echt al zo mooi weer, maar oké, dat mag de pret niet bederven. We gaan lekker feesten, we gaan lekker chillen, we gaan er lekker eten, lekker dansen. En ik ben benieuwd wat er allemaal vandaag te beleven valt op de Milen Zuiderpark in Den Haag. Oké, volg mij en dan gaan we het lekker samen feesten. En chillen. Oké, dan. Nou, blijkbaar moeten we nog even achterlopen. Het gaat niet helemaal zo vlotjes. Nee, daarom. Dus ja, oké. Ja, het heeft ook niet goed aangegeven. Ja. Dus dat is wel jammer. Ja. Nou. Het kon wel zijn een beetje dubbel, zo. Ja. Oh ja, dat is een heel belangrijke vraag. Het is wel druk, maar een beetje chaotisch. Niet alles over soepeltjes. Nee, deze nog niet. Eén moment, alstublieft. Ja. Nee, ik weet niet. Dat is helemaal goed. Met één wegwerpmuntje. Ja. Hallo. Nee, ik kan hier deze kant. Check, check. Ja, en wij zijn binnen. Het is elk jaar hetzelfde verhaal. In principe altijd druk. Misschien dan, kan de organisatie een keer iets anders doen dan. Want vooral in het begin komen heel veel mensen. En niet alleen drie poorten open doen, want dan wordt het echt een hele chaos. Dus de organisatie misschien wel volgende keer wat meer poortjes open doen voor de mensen. Want nu worden ze allemaal nat. Dus ja. En dan krijg je ook irritaties en dan, dat wil je natuurlijk niet, hè? Je wilt gewoon lekker feesten, lekker chillen hier. Dus ja, we gaan even een rondje maken. Kijken wat we allemaal hebben dan. Oh. Moet je kijken, al die mooie kleuren. Hoi. Oh, vol verpakt, het is vol verpakt. Het is een food center, als we nou zullen komen. Maar echt lekker als we nou zullen komen. Dan gaan we snel door hier naartoe. Ja, dit ziet er ook heerlijk uit. Hey. Yes, gaat u dan wijzen dat ik er heerlijk uitzie? Nou, de etenwaren ziet er heerlijk uit, meneer. Oh, en dat zie ik voor het eerst trouwens, ananas en zuur. Is dat lekker? Heerlijk. Ja? Wil je een stukje proef voor de camera, man? Ja, ik zeg geen nee dan. bent u er hier altijd? Altijd is groot woord. Ik probeer al ieder jaar te staan, ja. Ja, oké. Okay. Het is lekker. Ja. Zeker lekker, meneer. Zeker, heel goed. Wat is uw naam dan? Mijn naam is Eduard. Eduard. En wat kunnen mensen hier vinden? Op de Rotterdamse Markt, Centrummarkt, dinsdag Centrummarkt, zaterdag en woensdag Rotterdam Zuid, ja. Op de Afrikaanderplein. Afrikaanderplein, oké. Okay. Altijd best heel goed. En ook verse wara's en alle bolletjes, hè. Kaneelbollen, koffiebollen, kokosbollen, berlinebollen, altijd dagvers. Oké. Super, dankjewel. Ja, fijne dag. Ja, oké. Okay. En niet te vergeten om te kijken op Adventure with Boyke. Op YouTube. Oké. Okay. Ja. Zeker. Okay. Even kijken. Dit is echt niet te doen. We gaan echt nat worden. Ik hoor het. Ik weet het al. We gaan hier echt nat worden. Ik weet het al.
druk. Oh god, kijk. Ze proberen daar alles met man en macht te doen, maar ja. Man. Nou. Zo. Ja. En dat was weer een vette regenbui. Ja. Voor Nederlandse norm is het echt een vette bui. Ergens anders. Dit is een beetje. Pret niet bederven, ik ben net eens wat anders gebleed. Zie je? Dus ja, pontje op en we gaan. Zijn jullie er altijd op elke Milan dan? Vorig jaar stonden we er en dit jaar, voor volgend jaar weten we nog niet. Hebben jullie een winkel? Want mensen hebben mij gevraagd. Want ik had het, ik heb nee, we hebben geen fysieke winkel, we kopen online. Ja. En we distribueren naar supermarkten, Midden-Oriënt, okay. Jumbo, noem maar op. Oh, dan kunnen ze dat vinden. Ja. Want mensen hebben mij gevraagd van wat kunnen ze er krijgen. En ik zei van ja, ik heb hem verkocht op de dinges dan. Ja. Dus op de Passar. Op de Passar Malan, ja. Dus vandaar. Dus we moeten echt kijken in de Jumbo dan. Ja, de Jumbo filialen en eigenlijk ga je ons vinden. Oké, okay, super, dankjewel. Alsjeblieft. Ja, wat erin. Maar u moet wel goed zijn. Dus de telefoon is in de Kunt u droog rondlopen en genieten van de shows. Fatik, blogger? Yes, of course. Would you like to come in Tilda House? In the Tilda House? Yeah, of course. Do some vlogging. Yeah? Okay. What's your channel? Adventure with Boyke. It's on YouTube? Yeah, of course. Nice. Let's watch it. Okay. So, we've got a Tilda shop here. Cooking happening here. You can cover some of it. What are you cooking at the moment? I'm cooking fried rice and some kheer. Fried rice and kheer. And kheer, so okay. There's some light cooking going on here.
Nou, maar weet je waarom een poetje naar Bolli? Ja, ja, ja. Last time I had was here for the picture. Yeah. And we have some offers. What is your name? Abhinav. Abhinav, okay. Thank you. Thank you. Yeah. Okay. Sira the shop. En nog meer Indiase kleding en sieraden. Especially for the ladies. Is niks. Niks goed. Misschien voor zometeen. Allemaal zijn peetjes aan dat. Allemaal zijn peetjes aan dat. Hé, mag film? Ja toch? Waarvoor? YouTube kunnen. Ja. Wat zeg je? Nog een keer? Nee, man. Niet? Natuurlijk wel. Heel veel mensen kijken. Mag ik even, jongens? Ja. Nou, wij zijn van de winkel Weesnowy, Rotterdam Kruiskade. Ja. En filiaal in Den Haag. Ja, weekend Weesnowy niet. Succes. Ja, en Paul Ruggeland. Ja. Dus we zijn de bekendste poejawinkel. En we proberen onze klanten zoveel mogelijk te helpen naar tevredenheid. Dus we zijn nog aan het sorteren, uitzetten, spullen bij elkaar zetten. Dus. Ja. Het wordt spannend. Jazeker. Jammer voor het weer, meneer. Ja, het valt wel tegen, maar ja. Hopelijk dat het straks droog wordt, dan hebben we toch wat ja, toch? Brengen. Zeker, oké. Okay. Ja? Oké, okay, ja, dankjewel. Ja, hey Manny, allemaal heroes, houders. Lieve allemaal, we staan voor de Weeskinderen van Suriname. Koop een lot voor 2 euro en je kan meteen zien of je een prijsje hebt gewonnen. We hebben net een winnaar. Ze gaat nu kijken wat ze heeft gewonnen. Het is super leuk. En je hoeft niet te wachten tot het einde. Je kan meteen zien of je een prijsje hebt gewonnen. En het mooiste is, u helpt een weeskindje van Suriname. We kopen voor hun kleding, schoenen, maar het allerbelangrijkste schoolmateriaal en een warme maaltijd. En u kunt daarbij helpen. Voor de oudere mensen kopen we rolstoelen, rollators, incontinentiemateriaal. En we proberen ze te helpen met hulp. Allee, het inconsistentie te leven. Toen denk ik dat het nog gezellig hebben. 2 euro kan laat kiezen, vrouw, en ik was 60 gigit delen. Ai, baya, het was in je geluk, hoor, vrouw. Het is je gegund. Zie je, bij Tjitsara Foundation is het altijd gezellig. Kom een kijkje nemen. Je komt hier naar heel leuk. En je bent aan het vloggen, superleuk. Ik ben benieuwd wat ik... Ja, ik ben ook benieuwd voor u. Ik zou zeggen, doe gewoon hiermee. Dit zijn mijn lieftallige teamleden, want ja, ik ben degene die natuurlijk hartstikke klets, maar mijn teamleden doen al het werk. Ze zijn een sterke team. Heb jij gekocht? En dan moet ik hem even. En de lieve kindjes, ja. Jullie mogen lekker komen schminken. We hebben het heel goed dichtgemaakt. Ja. Onze lieve Angelus staat klaar. Het is een kruis. En dat is? Niks. Helaas niet gekocht. Oh, okay, maar wel gedoneerd. Ik heb begrepen, de eigenaresse van Eesti Taarten staat hier ook. En ze heeft net gezegd, Jay Lot Kiddies. Oelotem is een lompier koike en ook cadeaukaart die werd ter waarde van 40 euro aan Tasty Taarten. Hoe leuk is dat nou weer? Prijs per prijs, Sarike, prijs per prijs. Nou, ik heb het gedoneerd. Koopt u maar, dames en heren, voor 2 euro koopt u een lot. Oké, kijk dan eens hier. Ja.
Fast and Furious. Komt u maar, 2 euro kost een lot. En de opbrengsten gaan naar de weeskinderen van Suriname. We hebben weer! Ik ben dat u mij niet kent. Ik ben Adventure met Boyke. Oh, oké. Okay. Ja. Ik ben Lisa, ik werk op Faon. Ja, oké. Okay. En wat doet de Faon precies? Faon doet van alles. Allereerst geven we heel goed onderwijs. Ja. We geven gewoon Nederlands basisonderwijs en daarnaast is er heel veel ruimte voor de eigen cultuur. Dus kinderen krijgen les in Dharma en in Hindi. Ja. En krijgen les van een professionele artiest die daarnaast ook leerkracht is op onze school. En die al volgens mij 25 jaar les geeft muziekles. Dus hij speelt alle Indiaanse instrumenten. En geeft ook zangles. En wie zijn dat? Droen Ankou. Oké, een bekende onder de ja, die is het nu niet. Ja. Oké. Okay. Uh-huh. Maar... En daarnaast is er een stichting van de gemeente, die komt elke week in blokken techniekles geven. Ja. Dus de kinderen leren dan in andere vorm met de handen werken. Bijvoorbeeld voor de vakantie hebben ze voor Vaderdag een gefiguurzaag. Nou, dat doen ze natuurlijk normaal nooit, maar het doet wel een beroep op hun motoriek. En daarnaast krijgen ze les met allerlei, we hebben een plusklas, we zijn heel scherp op pesten. En er is natuurlijk heel veel ruimte voor het vieren van de eigen feesten. Zoals zometeen de Diwali, Raksha Bandhan. Ja, ik ben in januari begonnen, dus toen was het Holi. Ja. En wat vond je van de Holi? Heel leuk. We hebben ook met de kinderen rondgelopen langs Bakugerlaan. Daar waren de 3 plekken. We ook met een groep collega die er nu niet is, die zitten ook in de Chautau groep. Ja. Dus daar heb ik mee rondgelopen. Ze hebben gezongen overal, daarna op het plein. Maar het was natuurlijk super slecht weer, net als nu. Ja. En daarna zijn we nog naar een verpleeghuis gegaan bij ons om de hoek, want wij zitten vlakbij het ziekenhuis in de nieuwbouw van Humanitas. Nou, de mensen hebben ook allemaal genoten van het zingen. Hey, maar is de Faon alleen in Den Haag of is het ook in Amsterdam? Nee, Faon is in Den Haag. Is alleen in Den Haag? Ja, ik denk dat de andere school in Amsterdam of Almere, Rotterdam, dat is van de stichting Hindu Onderwijs Nederland. Okay. En die hebben een iets andere geloofstroming. Bij ons zitten bijvoorbeeld ook kinderen met ziek geloof. Uh-huh. Ook kinderen van een Nederlandse moeder en een Hindoestaanse vader. Ja. Dus dat. Maar in eerste instantie geven we natuurlijk gewoon les in rekenen, taal, spelling en alles met moderne methodes. En wordt er dan ook Hindoestaans gesproken dan in het binnen alle scholen, welke school je in Nederland ook bent, ook of het nou mbo, hbo, je bent altijd verplicht Nederlands te spreken. En dat weet ik omdat ik ook in het volwassen onderwijs les heb gegeven. Daar werd Portugees gesproken. Dat wij, als je binnenkomt op een school, onderling wordt natuurlijk wel Hindoestaans gesproken. Maar in de klas spreek je gewoon Nederlands met elkaar. Okay. En waarom zou ik mijn kind sturen naar de Hindoe basisschool? Waarom zou je kind sturen naar de algemene Hindoe basisschool? Ja. Omdat er naast goed les wordt gegeven, zijn er ook leerkrachten die ook uit de cultuur zelf komen en je kind een stuk extra meegeven wat je misschien thuis ook meegeeft, maar wat dan dubbel meegeeft in de rest van het leven. Maar ik zal wel weten wat ik zal sturen. Voor het lekker eten. Zeker. Natuurlijk. Er wordt ook gekookt bij ons op school. En het meedoen van natuurlijk van al het... Ja, maar er is een hele grote keuken bij ons op school. Er zijn heel veel vrijwilligers en als er feest is wordt er ook gekookt. Ook bij teamdagen, vergadering, maar in de school. De school is ook open in het weekend voor ouderen die bijvoorbeeld komen sporten, andere culturele bezigheden met elkaar. Vorige week zondag was er herdenking van de heropbouw van Marienburg. Aha. En dan wordt de aula of de gymzaal wordt opengesteld en er is een hele happening geweest. Ja, ik ben al een keer geweest naar jullie basisschool in verband met Tondewaal. Okay. En toen was het buiten op het plein, was het plein horecaverbranding. Ja. En dan kon je binnen naar binnen kopen en dan dit wat waar, dat was een zang en dans. Ja, dat was ook dit jaar zo. Alleen dus elk jaar. Dus super, ja. Dat maakt denk ik dat het de school meer geeft dan quote-unquote een witte basisschool waar ik ook heb gewerkt. Dus dat? Oké, nou super, dankjewel. Ja, super, dank voor je. Ja, lieve mensen, zelfs voor de alle kleintjes is er rekening gehouden dan. Four grey walls that surround me.
rollercoaster, schommels, reizenrijk, ananas en een jumping rails, moet of zo, jumptown. Dus zelfs de kleintjes is er rekening mee. Wat doen? Grappig, grappig gelachen. Nou mensen, het begint weer te regenen. Ik ga naar huis. Want volgens mij gaat het niet meer stoppen. Dus het is genoeg geweest van vandaag. Tot de next time. Tot de next Milan Summer Festival. Bye bye, zwaai zwaai. Don't forget, like and subscribe. Until next time. Bye bye.